We zijn er live vanuit onze studio's hier aan de Beter Wonenstraat. Gisteren hadden we een rustmoment, dus u heeft ons gisteren niet gehoord. Maar vandaag zijn we weer live. Er moet altijd een balans zijn waar je even zegt van, weet je, even een beetje rust nemen. En daarna keihard tegenaan gaan. We zijn er ready voor. Het is weer een nieuwe dag. We hebben heel wat interviews op schema. Dus later gaat u heel veel nieuws krijgen via DTV. Maar to the point. Op video circuleert er een video van een agent in uniform aan het koken. You everywhere. How did you do? Klaarmaken is om het te goede. Ik weet niet precies wat het is. Maar in beeld ziet u waarmee hij bezig is. Dus ik kan nog een keertje zetten werk doen. In beeld zie je de politieagent aan het koken. Hij lijkt wel op een hele goede kok te zijn, hoor. Hij lijkt wel een hele goede kok te zijn. Maar het gaat hier om. En mensen hebben een kritiek hierop. Want ze vinden van, hey, hoe kan het zo zijn dat een agent in uniform nog erbij bezig is te koken op de werkvloer? En de kritiek was echt fel op Facebook. Allerlei dingen hebben mensen geschreven. En de vraag is, kan dat? Mag dat? Hoe gebeurt dat? We hebben contact opgenomen met een oud militair. Waarschijnlijk heeft hij ook gediend in het korps, hoor, weet ik veel. Maar hij gaat ons meer vertellen hierover en zijn denkje geven over dit gebeuren. Hij moet aan de lijn zijn, hij is in Nederland weliswaar. Maar we gaan bellen met German Day, geen onbekende. Germain, hoe gaat het met u? Is het middag? Goedemiddag. Goedemiddag alle luisteraars. Alla sarana man. Ie, me pari, om me lekker te naar u. Meneer D, het is morgens nog. Smorgens hier in Suriname, hoor. Oh, is het nog smorgens? Oké. Nog een paar minuten. Ja, klopt. Goedemorgen. Ja, ik heb die beelden laten zien van die politieagent die aan het koken is. En je stuurde me nog een app van, waarom zoveel heisa? Je kan het niet begrijpen. Het is voor jou onbegrijpelijk dat mensen zo reageren op die video. Heeft u ook gezeten in het korps, was Suriname? Nee, ik heb wel in het leger gezeten. Ja, precies, dat weet ik. Dus dat is een gewapende macht, politie, leger. En dan heb je natuurlijk ook de wapendragers. Mm-hmm. Toch de korps. En ze hebben toch een heleboel veel meer gemeen dan men zou doen, dan men zou vermoeden. Dus op basis van op datgene heb ik dus toch wel een uitgesproken mening hierover. Hè? Ja, trouwens, u heeft affiniteit met de politie. Hoe ook samen ook doet, dat neem ik aan in die tijd. Dat is zeker. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Oké. Okay. Dus, hoe heeft u, voordat u echt ingaat op de kritiek, hoe heeft u gekeken naar het feit dat die man aan het koken is tijdens werkuren en natuurlijk in een uniform nog erbij? Ja, goed. Voordat ik daar specifiek op inga, het gaat bij mij niet gewoon alleen om die video en de reacties daarop. Er is tenminste, ik heb tenminste één post gezien waarop er zeg maar een soort screenshot van die video is met foto's van andere agenten erbij. Mm-hmm. Met waarbij er geïnsinueerd wordt zouden de mensen weet je, doxa hebben gekocht of nasang met gelden. Dus een stukje corruptie en de mafurumoni, daar komt het cru op neer, om het cru te zeggen, toch? En daar heb ik wel moeite mee. Ik heb iets van luister, mensen mogen sensatiebelustig zijn. We zijn er weer. Maar je moet grenzen hebben. Want je kan niet, vind ik, gewoon als fatsoenlijk mens zo makkelijk denken dat je gewoon dingen kan insinueren. En mensen hun naam en hun, weet je, mensen hun naam door het slijk kan halen. Ik ben maar biebtien, respect ik die toch? We weten allemaal dat overal waar er gewerkt wordt, over, weet je, à la C, corruptie dit. Maar als je dat stukje wil aankaarten of aanhalen, dan mag je dat doen. Weet je, maar om mensen dus zo duidelijk te koppelen aan
dat soort praktijken, duistere praktijken, dat vind ik gewoon niet correct. Dat is het eerste dat ik ervan wil zeggen. Mm-hmm. Ten tweede, voordat je gewoon het hebt over aborisani, voor diegenen die, de mensen dus die zoveel kritiek hebben, ze moeten het echt snappen hoe die organisaties werken. Het is een gedisciplineerde organisatie. Ja, ze hebben verantwoordelijk hier. Ja, er is een gedrag. Prima. Er wordt in ploegen gewerkt. Ja. En ze hebben allemaal een taak. Binnen de ploeg heb je dus ieder korps werk. Dus ik ga allemaal zeg maar. En er is ruimte voor personeelsleden, is er wel ruimte, en dan is niet iedere dag en de hele dag, om iets zeg maar te doen met het oog op een stukje saamhorigheid, weet je? Ja. En in dat kader, laat me die lijn doortrekken. Want ik heb net benoemd de verantwoordelijkheid welke rust op ieder, weet je, zeg maar, iedere politieagent. Ja, want we hebben het in dit geval over een politieagent. Maar we moeten niet vergeten, wat we moeten niet uit het oog verliezen, dat die overheid ook een heel belangrijke taak te vervullen heeft, verantwoordelijkheid heeft. En dat is ervoor zorgen dat het personeel, ja, dat die agenten hun werk zo goed, goed genoeg uitgerust zijn. Ten tweede, dat de infra aanwezig is om het werk te doen. Maar we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het gaat niet alleen maar om 10, 8 en 12 uur werken aan één stuk door als een robot. Toch? De gelegenheid moet er bestaan om iets aan recreatie te doen. Dat praat ik over sport. Of nou een sansai kan doen samen. De man is ebori. We moeten niet vergeten dat de omstandigheden waaronder deze agenten hun job doen. Mijn brief ventilator schrift eraf de man op de kantoor. Dus wanneer men ervoor kiest om ondanks alle ondanks de omstandigheden waaronder ze moeten functioneren, toch op een of andere manier mensen hoeven creëren een bepaalde sfeer na de serie, toch? Daar is het toe te juichen. Want, Nona Doxa, wat men niet snapt, is dat er binnen iedere ploeg, de collega, eigenlijk mijn breed naar een foto, want als je look een foto, maar dan heb je een foto, of ik weet zeker dat de luisteraars die foto hebben gezien waar ik het over heb, dat zie je dat het Surinamers zijn aan verschillende achtergrond. Hoe een collega die allemaal omu of allemaal brada of eens refereert, kwekkie, maar dat je luistert naar een look. Ja toch? Ik vraag me af wat voor nut het heeft om het direct zo'n negatief als je belicht Asani. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is niet hoe we met elkaar om moeten gaan. Toch? Luister, nogmaals, je hebt overal rotte appels. Toch, maar eigenlijk moeten we het toejuichen dat die agenten ondanks wat ze ontberen, om hun werk te doen, bijna met wat mensen waarde van die zaken zijn, waarover we niet moeten discussiëren. Dat de men gebruikt de igiwagi, dat ze niet eens een behoorlijke kentine hebben, die man kan goed doen. Daar gaat het om, ook om. Om haar alleen toch? De man heeft een eenvoudig selecteer naar een koffie. Laten we dat gaan onderzoeken. Maar meneer D, ik kijk kritisch naar die video ook. Alhoewel ik uw mening helemaal begrijp. Maar ik kijk kritisch naar die video. Als je echt, zet die video weer in beeld, Berto. Als je echt die video laat zien, dan zie je dat die man bezig is op het bureau, ja, hè? Of in het kantoor zelf, want daarachter zie ik gewoon bureaustoelen en tafels en al die zaken. Is daar de plaats, hoor, niet buiten, weet je? En dat zijn de dingen die mensen zeggen.
Prima, dat vind ik inderdaad. Dat is een punt. Maar ik heb daar net ook als tegenargument gegeven. Je moet jezelf ook de vraag stellen. Maar de man heeft een redelijk boek kentine. De man abi. Toch, want dat zeg ik. Wanneer je, je hebt deze beroepsgroepen. Brandweer, ik heb ze allemaal daarnet benoemd. Waar je dus om de mensen hun werk naar behoren, hun taak naar behoren uit te laten voeren. Gaat het niet alleen maar om pen en papier, om airco. Weet je, we praten over sanitair, we praten over een boomkantine, waarbij er misschien voor de mensen gekoopt wordt, of een versnappering of zo. Of waar ze, wanneer zij de behoefte hebben, of binnen hun ploeg die behoefte voelen, om iets te doen aan een stukje samenhorigheid, dat ze dat doen. Misschien niet de meest handige plek om dat te doen, maar dat is zo dat de mensen op basis van het feit, dus ik vind het zwaar overtrokken. We kunnen wel die opmerking inderdaad maken, dat ik, maar eigenlijk ik ben op een andere locatie, ja. Toch? Maar dat er, ik vind het een storm in een glas water. Er zijn echt wel belangrijkere dingen waar we ons over moeten uitspreken, ja. En dus die kritiek vind je onterecht? Kijk, dat zeg ik, je mag je kanttekeningen plaatsen, dat vind ik normaal. Maar bij mij gaat het om het gewicht. Ja. Toch? Want het is een de man die hier in Sraan aan het doen, dat van Boerkoeim, dat van MP, toch? Dus dat merk je uit. Je moet jezelf in een stonde, go in een hype of je gode, begin leg wel een soort zijn uit de eerste, even je begrijp van een organisatie Euroco. Ik vind je begrijp wat het betekent voor ook in zo'n korps om met elkaar bepaalde dingen, om een bepaald aantal uren, een bepaalde job te doen. En wat je daarvoor nodig hebt, want look, je kan niet constant in elkaar horen, elastiek gespannen constant. Ja, klopt. Je begrijp. We hebben gevaren. Look, tegen Fransie. Wat we nog varen, want we hebben Europa in de stand. Tegen Fransie. Voor mij kun je aan het zijn ze nu aan het stappen verder. Wanneer je gaat naar een principe op school doen, of de trakor op z'n deel, of de trakor op de macht, dan ga je duidelijk zien dat, oké, jouw werkruimte, jouw recreatieruimte, jouw kantine, de pedemakas doen, waar er dingen, alles is geregeld voor die gasten. Alles, toch? En wanneer dat allemaal geregeld is, dan, dat is mijn punt, dan kan je scherp, heel scherp zijn in een kritiek feedback, no man. Maar dat zijn die faciliteiten er. Er is erin voorzien, maar het is niet, de overheid heeft er niet in voorzien. Ja, maar die kritiek. Daar moeten we goed doordrongen van zijn. Ja, maar die kritiek wordt niet geleverd door de overheid die eigenlijk het werk zou moeten doen, maar door burgers die vinden dat het niet kan. Weet je? Dus eigenlijk, het is niet de taak van de burgers om ervoor te zorgen dat er een kantine is bij een politiebureau, maar de overheid. Nee, en de overheid heeft dat niet gedaan. De overheid heeft dat niet gedaan. Dat hebben we niet begrepen. Dat hebben we niet begrepen. Vertel me. Wat ik bedoel te zeggen is dat voordat we. Ons uitspreken over hetgeen we gezien hebben, moeten we goed doordrongen zijn van dat punt welke ik heb aangehaald. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb ook niet beweerd dat die samenleving die verplichting heeft. Mm-hmm. Je begreep ze met ja. Dus het gaat erom dat Lukuno, pas op begin pis na de maandes, maar ik heb de mebje begin pis tap de tere, pas die begin haar den ba, begin luku fosie, dat ee wak is aan de omstandigheden, voor wak is refi. Alas aan degi desma. Wat ontberen ze allemaal? De potama in wan weeskal. De tak oké. Dit is nog dat nog de. Maar inderdaad, misschien was het handiger geweest voor Isabi voor zo'n contra locatie. Ja. Maar zo grof. Dus dat me bedoel. Dus van de gewicht, de memie vindt dat hier, dat is zwaar overtrokken. Oké. Nee, duidelijk. Na ons laatste interview heb ik zoveel reacties gehad, meneer D, op wat hij gezegd heeft. Hoe is het overgekomen bij jou? Tenminste, hebben mensen ook gereageerd op reacties gestuurd naar jou toe? Ja. Ik heb een aantal positieve. Ik zal niet zeggen dat ik wel een winnaar reacties heb gehad, of play populair, maar ja. Binnen die kleine kring van mij heb ik wel reacties gehad en het was positief. Ja. Natuurlijk heb je ook altijd zeg maar tips die ik mee, die je krijgt en die ik sowieso meeneem. Een van de belangrijke tips. Dus daarom ik met elkaar zat dat het Grand Tangi ook toevoegen uit. Als je met een look om je brada je doet en een plezier, maar je bent vergeten. Voet dat kan er een afgelopen people ja, ik ja, zie dat ja, ik niet ja. corrigeren op dat hier.
Nee, dus maar... Ja, inderdaad. Maar in hoofd... Zit dat hier? Nee, nee, ga je gaan. Ja, dus een, maar inhoudelijk ook heb ik van een aantal mensen die feedback gehad. En men kon zich voor een groot deel vinden, terugvinden in analyses aan mij bij Mickey. Geweldig. Nou, dankjewel. Ik weet dat je nu in een andere gezelschap moet gaan. Hey, dankjewel, Brada. Heel veel succes, Brada. Ja, ook daar. En Odi, Allah Desra Namanda Pena, weet je, a people. Medoroko. En laten we afspraak maken dat je me een primeur geeft dat je de studio komt wanneer je hier bent. Oké, okay, is goed. Je bent de eerste die het vraagt, dus dan bij deze. Oké, okay. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Ja. En dat was German Day met wie wij gesproken hebben. Hij appte me, ik denk gisteren of eergisteren, en hij zei van hij wil iets hierover zeggen. Want hij vindt dat het is overtrokken. Vasvadisma reageert op bericht voor Amangsa Ebori, politieagenten Ebori, naar tap in bureau. En je hebt mensen die vinden van, hey, waarom besteden we aandacht hier aan? Nou, de kritiek is er. Er wordt erover gesproken. En je weet, DTV, wij hebben geen items hier waar we zeggen van, die snap je item, die snap je item, Nomchari. Wij zijn voor de samenleving. En als de samenleving kritiek wil leveren op iets dat eigenlijk toch wel besproken kan worden, dan doen we dat. En als u vindt dat u niet wil kijken naar dat item, vinden we het heel jammer. Want ik geloof me, altijd is er iets dat je kan halen uit een item. Maar goed, ik ben Gerald Harderwijk. We zijn er later met meer nieuws. Straks is Slimmy in de uitzending. Paul van AZ moet ook in de uitzending zijn. Wat krijg ik dubbel dingen hier? Oké, okay. Straks is Slimmy in de uitzending. Paul moet ook later ook in de uitzending zijn. En als het goed is, moeten we iemand interviewen. Ergens welke dag, welke dag B over een situatie. De dag wordt druk. Blijft u kijken. Dit is DTV waar televisie kijken anders is. Tot dan.